Ja, zeg altijd dat mensen met een accent minder verdienen. Mensen zeggen maar wat, moet je scheid aan hebben als ondernemer. Door deals te sluiten en af en toe flink op je bek te gaan, word je er steeds beter. En door mijn ervaring ben ik inmiddels op een punt gekomen dat ik weinig slechte beslissingen meer neem. Is het nodig zo'n boek in Nederland? Wat is niet goed ondernomen? Ik begin met mijn boek met door te zeggen, had ik het boek maar gelezen als ik toen ik jong was. Hoe word ik nou miljonair? Hoe je miljonair wordt, dat is een hele simpel antwoord op te geven. Als je bereid bent om pijn te lijden, word je miljonair. Wat moeten we eigenlijk als linkse politicus met een boek over succesvol ondernemen? Nou ja, je moet je vijanden leren kennen. En Erik de Vlieger is bepaald geen vriend van de SP, dus ik kan hier een hele hoop opsteken. Maar u beurt nu echt? Nee, zeker niet. Daar ben ik, kom op. Ik ben te jong voor. Laat u horloges zien. Kijk. Machetknoop heb ik. Niet eens een horloge. Nee, machetknoop. Hij bent ook geen succesvol ondernemer. Ja, luister, ik moet ook de schoorsteen laten roken na de verkiezingen. Als SP'er moet je de helft inleveren. Ja, dat is niet echt succesvol ondernemer, zeg ik dan. Nee, dat klopt, maar ik kan wat van hem leren. Dus ik vind het leuk om hier te zijn vanavond. Als ik je een advies mag geven. Als je ergens in gelooft en ergens voor wil gaan. Ja, dan ga je succesvol zijn. Zelfs met zo'n boerenaccent? Zelfs met zo'n boerenaccent. Dat gaat jou lukken. Jouw accent heeft daar niks mee te maken. Ja, zeg altijd dat mensen met een accent minder verdienen. Mensen zeggen maar wat, moet je scheid aan hebben als ondernemer. Hoe begin ik dan? Met niks. Gewoon met niks, maar wel met het geloof en het vertrouwen dat je iets wil gaan bereiken. Ja, dat krijg ik zo nog niet helemaal. Dat krijg je, sorry dat... Zo krijg ik dat nog niet helemaal. Je hebt dat accent alweer, dat wordt niks. Ja. Het begint altijd met intuïtie, het buikgevoel. En als je een beetje ouder wordt en de buik groeit een beetje, merk je dat het heel verstandig is. Dus u zegt, als je dikke pens hebt, dan wil het wel lukken? Nee, intuïtie, buikgevoel, daar begint het mee. Nou goed, ja. Heeft u al enig idee waarmee ik het grote geld kan gaan verdienen dan? Nee, lieverd, ik ken je net een minuut. Ik zie je alleen op tv. Nu zie ik je in het wild voor het eerst. Nou ja, u heeft op tv gezien wat ik allemaal zo wel kan. Je kunt ook met hele agressieve mensen omgaan. Ja, hoe word je daar nou succesvol mee? Een verdienmodel van maken. Ja, precies. Misschien kun je een beveiligingsbedrijf oprichten. Ik voel het helemaal. Mensen, ik ben er vanaf morgen niet meer. Zeg, dank u wel. Graag gedaan. Ik ga direct beginnen. Dank u wel, hè. Heel goed. Succes.